is Martiens Aveling. Aveling Bonsmaras is mijn stoet. Ik heb in 1992 begin boer met Bonsmaras stoet. Beginne. Ons het oorspronkelijk geboer in Harry Smith distrik. En toen ons die sierveld van Harry Smith verruil voor die soeterveld van Ventersburg, waar ons heidiglik is. En ik boer hier vanaf 2009. Die Bonsmara bees is een makkelijk aanpasbare bees, wat goed gedij in die omgeving en ook in Namibië en andere delen van die land. Die temperament is goed van die beeste, hulle productie is goed en daarom boer ons graag met die Bonsmaras. Ons het begin met de Bonsmara basiskudde. Genetica wat ik gebruik het was bulle gekoop van Arthur de Villiers, Wesom van Rensburg. En later van tijd het ik bulle gekoop bij Dr. Jochie Bredenam van Harpies Loop, Paul Marie en Chris Welman. Bulle gekoop om ons genetica of ons bul te versterk. Ons probeer een medium raam beesteel vir hierdie omgeving wat aangepast is voor extensieve omstandigheden. En wat baie goed aanpas in die rest van die land in verschillende delen. Ons focus baie op balans en bouwvorm, goede melk in die koeien, zodat ons goede mooie speenkalvers kan teel voor die speenkalfproducent, maar ook goede vervangingsverse kan beschikbaar stel voor die commerciële markt. 2017 zal ons 8e productieveiling wees op Highfield. In die verlede, die afgelopen veilings, het ons baie verskeie bulle al verkoop aan commerciële telers van die omgeving en nabijgeleë distrikte of omgevings. Daar is wel ook al stoetbulle verkoop, tot op 125.000 het ons behaal of gekry vir stoetbulle. Die stoetbulle is verspreid vanaf Namibië, Hartbeesloop en Stampriet, Douglas, in die Suid-Noord-Kaap gedeelte en ook in Vivo omgeving is daar ook al van ons stoetbulle wat daar loop. So ek denk die aanpasbaarheid van die bulle in die rest van Suid-Afrika is goed en daarom is ons opgewonde en met vrymoedigheid kan ons die telers nooi om vir hom hier een bul te kom koop vir commerciële gebruik of stoetbulle.